Goeiedag iedereen. Maandenabele kop zullen waarschijnlijk nog niet zo goed kennen, maar ik vind persoonlijk, als de NVA van die totaal onprofessionele filmpjes mag maken en dan op internet mag gooien op YouTube en heel de rest, en dat dan nog eens opgepikt wordt door de media, en dat ze dan achteraf kon zeggen van waarom is het hier 300.000 euro in de mediacampagnes maken, want we gaan vanaf na alleen nog maar online totaal onprofessionele filmpjes maken om ons te overtuigen om op ons te stemmen, en wel, dan mag ik dat doen.